Oké, nou makkelijk was echt gewoon veel te makkelijk. We gooien het eventjes een stukje moeilijker. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van... Let's Play Mario Maker, missie met 100 Mario's. Ik ben er weer, Zelda Play 20, terug met een nieuwe video. Ja, we hebben de vorige keer hebben we 100 Mario's gehad met makkelijk zijn. We hebben 1 keer gefaald en nu gaan we de normale challenge doen. Nou, ik hou heel eventjes bij hoe lang dat zo'n aflevering ongeveer duurt. Want dit kan een 2-part worden, omdat we hebben hier meerdere levels. En Princess Peach wordt ontvoerd. Nou zitten ze me gewoon te mokken met die title. Ik kan er gewoon niks aan doen. Zoals jullie trouwens in de title ergens bovenin kunnen zien... er staat precies hoeveel parts dat de Mario Maker zal hebben. Dus de eerste dat was gewoon Mario Maker, makkelijk. En als deze meerdere parts heeft, dan staat er 1 van de 2 of 2 van de 2. Of, om het een beetje makkelijk te houden welke volgorde dat is. Dan heb ik de naam niet gezien. Hoi. Wacht eventjes. Dit is normal. Mensen falen hierin, serieus. Dankjewel voor die levens. Dat was de eerste level. Die was makkelijk. Kom op jongens, we zitten op normaal. Dan wil ik een beetje uitdaging hebben. Ik bedoel, oké, ik heb geen wereldrecord, maar dat hoef ik ook niet. Goed. Let's continue. Me and my friends course. Oké. Start gewoon normaal-achtig genoeg. Ziet er gaaf uit. Gewoon de vijanden hier. Ik neem even dit schild mee. Kunnen we hierin? Nee. Kunnen we daarin? Nee. Bullet bill. Bobons. Gaat ze leven. Vuurbloemetje erbij. Hartstikke leuk. Wink, wink. Oké. Random vlammenwerpers. Random gasten die eigenlijk niet in normale levels terecht horen. Nou ja, Mario Maker, alles is mogelijk. Ach, waarom ook niet? Hi. Ik heb een vuurbloem, ben OP. Oké. Ik ben niet meer OP. Kermit, jij foep? Wat is een foep? Iets anders dan een fip. Ach, extra puntjes, waarom ook niet? Zit hier een secret to everybody? Nou, trouwens, hebben we zo gezien. Ik zag in het leven gaan. Hey. Hier. Oh. Wimmy Twomps. Oké, eigenlijk wel een level wat ik zou zien in wereld 1 in een oorspronkelijk Mario level. To be fair. Hij was best simpel. Oké, nou we gaan er nog tot nu toe lekker doorheen. Me and my friend scores. Was leuk. Op naar level 3. We zitten nu ongeveer op 1 minuut per level. Never trust arrows. To up to down level level at BA start. Oh. Waarschijnlijk had ik die mushroom nodig. Nee. Oh, ik wil niet dood. Ik ga niet dood. Wat nou terug? Ik ga niet terug. Ik ga niet terug. Never trust arrows. Waar moet ik naartoe? Ik wil niet terug. Wacht eens eventjes. Er zat toch een warp-pipe in het... Oh, nee. You didn't. You didn't. He did. En dan weer terug, zeker. Ah. Jij zegt dan namelijk van don't trust the arrows. Maar die andere appel die zegt dat ik daar naartoe moet. En dan geloof ik dus niet naartoe dat ik daar naartoe moet. Dus ik moet hier naar beneden. Nee. Ik... Niks ervan, ik geloof je niet. 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 Don't trust arrows. You said it yourself. Heb ik het goed gedaan? Ik heb het goed gedaan! Oké. Die eerste die had me te pakken. Dan ging ik gewoon bijna dood. Dit was leuk. Don't trust arrows. Ja, maar waar moeten we dan naartoe? En dan, ja. Ik vond hem leuk. Ik heb niet het wereldrecord te pakken gekregen. Ik vond hem leuk.
Like. Oké, hier was ik wat langer mee bezig. Goed, wat hebben we nu? Japans. Nou moet ik me zorgen gaan maken. Japanse levels zijn normaal gesproken heel erg hard. Hoi. Boom. Oké. Keyception! Hoi. Hoe gaat het mee? Als kid. Hoi. Twomp, kun je misschien heel even... Dank je. Swing. Yoshi, loop sneller! Loop sneller, Yoshi! Leuk. Oké, nou, we gaan op zich lekker door die levels heen. En nog steeds geen wereldrecord neergezet. Dat vond ik wel jammer. Nee. Smeerfish. Oh nee, dit is toch niet YouTube Sporly? Jawel, dit is YouTube Sporly. So not fair! Serieus, dit zijn levensvreters. Hoe moet je in godsnaam weten waar dat je in god... Dat kun je toch niet weten? Dat trap... Weet je wat, ik ga gewoon middel. Fudge Snickles. Dat zijn ijsjes. Van fudge. Iets in die trend. Weet ik veel. Nee! Ik hou niet van dit soort levels. Dit kostte mij 2 levens alleen maar omdat ik een gamble moest maken wat niet grappig is. Want je fakte mij uit door 2 keer middel en dan de 3e keer gewoon hier in 1 keer in te gaan. Gelukkig is het al het einde van het level en ik eis wel mijn leven terug. Krijg ik niet, hè? Kun je door die poort heen lopen? Dat is het niet. Yay, ik krijg 40, wat helemaal geen 1 effect heeft hierin. Nou, dankjewel voor het wegsnoepen van 2 levens. Dankjewel. Hoe heet jij? Wie heeft dit level gemaakt? Wie heeft dit level gemaakt? Dat kan ik niet uitspreken. Bedankt voor het verpesten van 2 levens. Ik hoop dat je blij bent. Het is geen leuk level. Oké, Bowser van Hunter. Hallo. I'm taking this. Oh, hoi. Oh, shnie. Oh, firewall. It's not very effective, want ik heb ook een vuurbal. Haha. Haha. They're coming to take me away. Haha, they're coming to take me away. Oh, yeah. To a happy place where life is beautiful all the time. Okay. Flap, 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 flap. Weep. Dank u. Die vuurbloem die lijkt daar heel even te staan. Ik hoop dat hij daar blijft staan trouwens. Bowser? Ik verwacht nou Bowser ieder moment. Ja hoor, daar is hij. En het is Giga Bowser! Yay! Met zijn grote neus. Nou, het grappige is, ik zou onder hem door kunnen lopen. Maar ik vind het veel leuker om vuurballetjes naar hem te schieten. Ik bedoel, dat doet hij ook naar mij. En het voordeel is, zijn ballen die zijn veel langzamer, dus wat praten we over? Bowser's Balls. Dag, Bowsie. Heb je nog een tweede? Nee? Oké, doei. Waarom heb je je zoon opgesloten? Logica's, hoe niet, Sam? Hij heeft gewoon zijn zoon opgesloten. Ik kan niks aan doen. Oké. Prima. You bring us pain. Nee, joh. Veel reuze mee. Ah, we zitten al ondertussen op level 7. Volgens mij staat een beetje de helft hier. Japanse naam die ik niet uit kan spreken. Oké. Wat heb je? Oh. We gaan Mercedes-stijl hier. Oh, daar gaat mijn Mercedes. Hoe? Wacht, moet ik hier misschien omhoog? Zit hier een secret? Hoe moet ik hier doorheen komen? Wat zegt dat ding hier? Ook weer iets Japans. Dat klinkt er niet! Oh boy, dit...
Oké, okay, zitten daar überhaupt een Koopa Shell? Ja, er zit een Koopa Shell vooraan. En er zitten ook nog achterin Koopa Shells. Die moeten we hebben. Als die van het scherm aflopen, dan halen we het niet. Oké, okay, maakt niet uit dat ik mijn Mercedes kwijt ben. Hoezo overleeft dat ding het? Haaks! Heb ik hem gehaald? Yes! Niet met een Mercedes dood, maar ik heb hem gehaald. En ik heb 3 levens terug. Oké, okay, we zijn al wat meer levens kwijt aan het raken. Dit wordt interessant. Oh, god. Dit gaat dadelijk echt een probleem worden als we dadelijk dan... moeilijkere levels gaan krijgen. Ik denk dat ik heel erg gestrest kan worden. Ik hoop dat mijn controller gaat over... Nou ja, ik heb nog nooit de controller gebroken. Zal vast zeker niet gebeuren. Hallo, mijn naam is Palutena en ik zwem met je mee. Wat hebben we hier? Hetzelfde nog. Ik haat waterlevels. Waarom zou je dat willen doen? Oké, okay, jij gaat vallen. Goal! Yay! Ik heb 100 levens! Kinnikkers muziek! Logica's, moet niet zijn. Leuk level, maar ik hou niet van waterlevels. Je kunt zeggen, je hebt Leroy, die houdt niet van lava. En je hebt mij, ik hou niet van water. En ik heb een nieuw record bevestigd! Eerste record! Yes! Ah, even kijken, we zitten op 12 minuten. Ah, dan hebben we nog tijd. Ja, ik heb hier een timer liggen, dus hier zo. Hier. Dat is hier. Lekker belangrijk. Ik heb niet naar de titel gekeken. Oeps. No! En wat zegt die andere? Geen idee. Er wordt hier geroepen, no! Leuk! Yay! Dankjewel voor die ster... Jongens, dit is normal. Dit hoort op makkelijk te zijn. Kom op, een beetje challenge kan geen kwaad. Stars for days. Kian, you need to add some more levels. Ja, levels. Niet walk to the parks. Gewoon levels. Graag. The cool one van Jeps. Oké, okay. The cool one. Ik snap hem. Hij is cool, omdat het is... Oké, okay, daar hebben we een sleutel voor nodig en ik ben best wel bang. Dus ik wil hier zoveel mogelijk obstakels even weghalen. Waarom heb je daar een sleutel... Oh boy. Doei. Waarschijnlijk zat er in één van die vraagtekenblokken zat er waarschijnlijk ergens een sleutel die je gelijk naar de vlagpol zou gaan halen. Maar ik heb een ster gevonden en ik ben nog het level 1 gelopen en ik heb hem 1 keer gehaald. Creepy, spannend, best makkelijk. Ik bedoel, ik heb hem 1 keer gehaald. En dat is het leukste van die levels, ze zijn blind. Je hebt geen flauw idee wat je te wachten staat. Oh, en dan komen we dadelijk bij dat moment dat we dus Bowser iets in de kreet. De greatest! Maar dan krijgen we dadelijk dus de levels waar dat je dus echt gewoon 20 minuten bezig bent voordat je eindelijk een level hebt gehaald. En dan is nog wel de vraag, ga je dit überhaupt wel halen? Nou, we beginnen gelijk met vuurbloem. Dat is alleen maar gunstig. Oink. Oh, we hebben al Bowserballen. Oh, oh, oh. Hoi Bowsie. Ik spring even over je heen. Vind je vast zeker niet erg. Doei Bowsie. Ik negeer jou gewoon. Zoek het uit Bowsie. Ik neem aan dat deze hier voor een reden staat. Die staat er voor geen reden. Oké. Okay. I did it! Yay! Geen nieuw record, jammer genoeg.
Zelfde play, waarom doe je eerst deze? Waarom ga je niet gelijk naar de moeilijke levels? Die komen wel, jullie moeten geduld hebben. En vergeet niet, we hebben ondertussen ook nog die een andere let's play bezig is. We kunnen dit level heel makkelijk gaan halen, maar ik denk dat dit een troll is. Oh. Oké. Dat is niet de bedoeling dit. Hallo. Hallo. Top. Ik kan jou niet laten... Oké, ik moet het zonder dat ding doen. Oh, nee. Je zou dit level heel erg snel kunnen halen, maar dat vind ik niet leuk. Oké, gewoon op. Deur nummer 2. Brengt ons naar deur nummer 1. Hi. Hoe gaat het mee? Ik wil niet heel vervelend doen, maar... Dank je. Oké. Ik weet niet of ik jouw level hier nou gigantisch aan het breken ben, maar ik heb zo'n gevoel van wel. Mocht dat het geval zijn, sorry. Oh, stop dan die disco muziek. Ik had gewoon disco muziek. Ik heb geen disco muziek. Deze hoek trouwens hier is een beetje leeg. Eevee, kom er eens even bij. Eevee, kom er eens even bij. Jij vult eventjes deze hoek op. Ja? Kom er even zo erbij staan. Staan, niet zitten, zo. Jij vult even die hoek een beetje op. Gezelligheid een beetje. Gezelligheid een beetje op de facecam, waarom ook niet? Nou. Ik heb hier zo ondertussen alles om me heen zitten, dus... Nee! Oh... Als je nou een tijdslimiet op had gegooid, dan was het echt een ramp geweest. Omdat het dan nog echt spannend zou worden ook. Omdat ik heel erg slecht ben in waterlevels. Waarom doe je me dit aan? Oh. No level skipping. Oh, joepie. I'm a kid now. I'm a squid now. I'm a kid. I'm a squid. I'm a kid. I'm a squid. I'm a kid. I'm a kid. Oh, ik haat dit soort levels. Worst level choice ever. Geef me die levensomreden. Dus... Weet je wat, we maken deze gewoon nog heel eventjes af. Ik bedoel, deze levels ook zijn allemaal hartstikke makkelijk. Ik bedoel, we spelen op normaal. Dan zou je het toch wel een tikkeltje moeilijker vinden. Maar we hebben nog maar 3 levels te gaan. En we zitten nu 18 minuten erin. Don't think, just fly. Oké. Don't think, just fly. I believe I can fly. Ow. I believe I couldn't die. I got some coins anyway. I spread my cape and flew away. Sorry voor je headphones. Serieus, ik kan echt niet zingen. Ja, nieuw record, omdat ik waarschijnlijk het faalde. 7 seconden. Yay. Dus. Ik heb zo'n facecam erbij. Gezellig. Een beetje interactief met jullie. Oh, paas erop, hè. Nee, jij gaat neer. Ik weet dat ik je kan skippen, maar ik heb een hekel aan jou. Ik wil alles zien. Gewoon zien. Hoi. Ik heb eigenlijk niks meer aan power-ups, maar toch. Gewoon... Jij gaat neer. En... Oké, nou toch eens. Hidden mushroom. Ik heb je paddenstoel gevonden. Krijg ik nou een koekje? Je kunt altijd vragen. Oh, boy. Oké, zit hier nog een vuurbloem zeker? Ja hoor. Ze zijn lief met de power-ups, hier. Dan gaat je blokje. Wat doe je er tegen? Dan niks. Echt, helemaal niks. En rotters zijn eigenlijk het gevaarlijkste wat er in het spel te vinden is. Die zijn gewoon gemeen. Maar ik ben gemeen met mijn vuurballen. Daar. Jullie schieten niet op mij, daar krijgen jullie de kans niet voor. Dit wordt zo geen record omdat ik te veel onderzoek. Hoi, Mario
Nee, ik ben blij. Ik bedoel, het was een interessant level, laten we eerlijk wezen. Hier zie ik, ik heb er een minuutje over gedaan in plaats van 22 seconden. Ik geniet van de levels. Nu nog. Ik weet zeker, de volgende aflevering, dat wordt een hel. Twee masters. One family. Hi. Hi, meneer Twom. Weet je waar, ik ga gewoon rennen. Screw it. Ah! Dat was dom. Oh, hoi. Ken ik hierin? Nee, hè? Dit is dangerous. It's dangerous to go alone. Vuurbloem. Altijd handig. Paas erop. Oké, concentratie. Two families, oftewel twee Bowsers. Bowser, ik denk niet dat de trampoline voor jou bedoeld was. Ik denk eerder dat die voor mij bedoeld was. Dat ik... snijkvogels. Oké, screw it. Jodela, hiehoe! That was easy. I won! En volgens mij was dit ook het laatste level. Dus komen we automatisch nou bij het eindcredit. Wat eigenlijk best wel grappig is, omdat we nou bij het laatste level waren. Screw dat wereldrecord! Dankjewel, Mario! Je bent mijn eeuwige held! Klinkt zo fout in het Nederlands. Ach ja, wat maakt het uit? De makers! Oké, welke vond ik eigenlijk best wel leuk? Neventrust Arrows was gemeen. Bowser was een beetje leeg. Face. Ik heb hier niet echt eentje die uitstond waarvan ik zeg van wauw. Bowser Great Air Fleet, die was goed. Die was leuk. Don't Think Just Fly, die had ik een beetje gebroken. Hammer Beatles was ook wel leuk. En Two Masters, decent. Nou, dat was in ieder geval normal mode. En ik ben bang dat ik dus de balloonvader, juist. Ik denk dat de volgende aflevering dus heel erg angstig gaat worden. Omdat dan gaan we naar de moeilijke levels toe. En die worden dus echt moeilijk. Ik zie jullie dan. Heb je een leukste level ertussen zitten of een leukste momentje? Laat het weten in de reacties als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Voor de rest, ik wens jullie nog een hele fijne dag. En ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende video. Tot ziens. Doei!